Vandaag laat ik u zien hoe u op een hele eenvoudige manier een bottenschaar weer heel gemakkelijk scherp kunt krijgen. Wat hebben we nodig? Een bottenschaar en een stuk schuurpapier met korrel 100 of 120. Ik heb hier 100 genomen, dus het is geen grove korrel. Wat gaan we doen? Ik heb de schaar even gemarkeerd met een rode sticker en een blauwe sticker. De rode is de bovenkant, de blauwe is de onderkant. Want we moeten de boven- en de onderkant slijpen. Doordat het schuurpapier maar eenzijdig een korrel heeft, moeten we op de helft van het slijpen de schaar even omdraaien. Wat gaan we doen? We nemen het stuk schuurpapier en we moeten ervoor zorgen dat het schuurpapier tot achter in de bek van de schaar komt. Dan knippen we 5 keer en daarna doen we hetzelfde met een omgedraaide schaar. Ja? We gaan het nu doen. Ik laat het nu zien. 1, 2, 3, 4, 5. Nou draai ik de schaar om. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. Zo. Dan hebben we de schaar weer scherp. Oh ja, even schoonmaken met een doekje. Hier heb ik een dik kartonnetje. Zo. Het is weer hartstikke scherp.